Die week ga ik Blondie niet alleen laten. Met de Blonde Pony. Oh. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met Blondie. En het is vandaag zondag. Blondie. Zou je me wat vertellen? Het is Blondie haar allerlaatste week dat ze nog moet stappen. En dan mag haar dikke buikje er weer af. Het vindt echt een soort pony te worden. En dan mag ze niet aankomen dinsdag, maar dinsdag erop. Mag ze naar het dierenarts doen en dan kijken hoe en wat op controle. Dan als het goed is mogen we weer gaan opbouwen. En dat gaan we dan doen in verband met de verband met de aquatrainer. Maar in die week ga ik Blondie even alleen laten. Want ik ga naar Boedapest toe. School heeft toestemming gegeven dat ik mee mag met Bram. Dit is zijn laatste wedstrijd voor het WK. WK Mennen. En ik ga mee naar Boedapest, de laatste voorbereidingen daarvoor. En daar gaan we vanavond, vannacht heen. Om 3 uur 's nachts moet ik hier zijn. En dan 4 uur 's nachts vertrekken we. Maar eerst even Blondie poetsen. Het is 3 uur, jongens. Het is weer een nieuwe fase in ons leven. Is je zeker dat je daar slaapt? Nee, maar de bed komt niet daar. Oké. Dat zie. Oh, dit is zwaar! Vannacht Tess weggebracht, zoals jullie gezien hebben. Het is maandag. Gewoon maandag, niet 3 uur 's nachts maandag. En Blondie is al 2 keer gestapt door stal, dus daar ben ik heel blij mee. En nu zijn we even dan op de wei om te grazen, omdat als ik helemaal naar het park loop, loopt ze te veel op 1 dag. Dus ja, ze was al goed verzorgd. Tess die is onderweg naar Boedapest. Heel spannend aan de ene kant. Aan de andere kant is ze natuurlijk al mee geweest naar Beekbergen en Arviel, België. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Ik ben nog nooit in Boedapest geweest of in Hongarije. Jullie wel, ik ben benieuwd. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de foto's. Vandaag ging ze schnitzel eten, zei ze. Dus ik ben heel benieuwd naar de foto van de schnitzel. Ik mag niet eten, dus ik moet even mijn koek opschrijven. Maar ik ben nu in de stallen. We beginnen hier. Dus daar zijn de stallen. We beginnen hier. Daar een deur. Gaat weer naar de vrachtwagen toe. Wc. En een spuitplaats die niet werkt. Dan. Oh, we hebben nog een kamer. Hier. Een kamer. En die hebben we gekleed voor al het hooi. Maar ja, ruimte zat. Hier allemaal sloeber voor verschillende paarden. Hier James. James Bond. Heb jij je eten al op? Ja. Maar dat ga ik zo even weghalen. De kas. Floriano. Generaal. En dan hier is de box van Idol. Die zat nu in een 2-span en die zijn aan het trainen. We hebben hier water en voerbakken. Voerbakken. Ze zijn heel warm, dus die gebruiken we niet. En dan staan sommige paarden ook nog op glas met eten. Ja. Nou, dat is het eigenlijk. En dan is daar de vrachtwagen, die laat ik ook nog wel even zien. Alleen niet nu. Ik ga ook wat mooi staan. En daar slapen wij in. Nou, dat was even een tour door de stallen. We staan in vaste stallen. En volgens mij, Sven en Van Bram kunnen hier ook staan.
Gisteren hebben we een tussenstop gemaakt, want het is 1400 kilometer en dat is best wel lang om het in één stuk te rijden. Dus we zijn ergens in Duitsland zijn we gestopt. Ik ga nu even verder met mijn koek en kijken of ik nog stallen kan uitmesten of water bijvullen. Weet je wat het voordeel is? Normaal gesproken moeten we met emmer zo lopen. We hebben nu een mega lange slang. En die kan wel zo naar de stallen toe. En dan kan je water bijvullen. Super handig. Ik ga even de voerbakken weghalen. Eten opeten. Dan zie ik jullie zo weer, denk ik. Alice. Alice, de vliegenvanger. Je vader gaat vliegen vangen. Alice, die gaat echt helemaal los. Ze gaat zo los. Morgen. Het is vandaag woensdag, als het goed is. Ik zat bij Floor in de box met water. Het blijft veel worden. Vanmorgen hebben we de keuring gehad. Alle paarden zijn goed gekeurd. Yes. Ja, het kon ik helaas niet veel, maar ik moest paarden aan mijn aanpakken en aangeven. Het was onhandig. Ja, hij heeft hem in zijn neus geschuurd. Hier. Hé? Is niet zo slim. Floor is rustig. En morgen hebben we dressuur. Vanavond gaan we eerst nog even trainen. Dan hebben we marathon en dan een vaartuig. Dat is niet heel. En alles is lekker dichtbij. Dus het is niet heel veel. We hebben net aardappels gegrild. Wat wil je voor? Ik heb net aardappels geschild. Ik ben nu aardappels aan het koken. Ik ben de stallen aan het doen, water aan het bijvullen, vegen. Voor Floriano. Dus hop. Dan zijn Bram, ik wil het zeggen, maar Lianne en Quint, die zijn verkennen. Kijk, het is wel heel. Het verf bijvoorbeeld gaat in mijn schoen. Maar het verf, dat komt hier ervan vanaf. Kijk er vast. Dit is wel heel anders filmen dan mijn Blondie. Ja, ik ga weer verder met stallen. Tess, ik snap hoe belangrijk jij hagelslag vindt, dus ik kom hem je brengen, helemaal in Hongarije.